Het liefdesgedicht luistert en huivert. Hij is een graag geziene gast op het Witte Huis. Hij heeft lange, soepele vingers en nog lange, soepele haren ook. Met zijn betoverende spel doet hij menig vrouwenhart sneller slaan. Op deze Valentijnsdag is het liefdesgedicht van Katrijn Cupé voor Jan Veen. Sorry Jan, kom maar. Ja. En Katrijn Cupé, kom jij ook maar? Ja, ik moest je eventjes in de maling nemen, Jan. Ja, hier ga jij uit dat hoekje. En Katrijn Cupé is werkelijk een lichtgevende fan van je. En ja, nou, hij wist dus niet, hij dacht dat ik met hem zou praten. Maar dat doe jij dus nu. Hey, hoe vind je het nou om naast hem te zitten? Gezellig. In het beeld? Ja, doe dat maar. Oh, Valentijn, Valentijn. Waarom ben jij een fan van Jan? Is dat nou omdat hij zo prachtig piano speelt? Of ja, omdat ook hij, om die reden. Maar ook om die andere reden? Hij kijkt nou eens naast je, hij zit hier, kijk nou op de aan ik word een beetje verlegen. Ja, ik heb het zelf. En jullie maken zo'n mooi plaatje samen, hè? Nou ja, ja, hij speelt gewoon bij mij, is goed. Oké. Nee hoor, ik snap het best, je hebt nog gelijk ook. Zullen we vragen of Jan, Hans zit er bij het licht. Jan niet, Jan kan veel, maar dat kan Jan niet. Hans is het licht. Hans is het licht, Mr. Light. Hans, wil jij het licht een beetje dimmen? Dat we op dit nieuwe liefdespaar de spot aanhouden. Het staat volgende week in de bladen hoor. Nieuwe liefde Jan Veen. Ja, dat is geen... Zeg, laat me lullen hoor. Ga jij je gang maar. Ik ga niet kijken. Jan kan erg goed piano spelen. Daarmee hoeven zijn fans zich niet te vervelen. In Amerika scoort hij bij de president. Wat is Jan een fantastische vent. Zijn lang haar is bijzonder. Hij kan vast niet zonder. Dat heeft hij van kinds af aan. Bij het spelen laat hij zich lekker gaan. Jan Veen speelt heel erg goed. Dat geeft mij een vrolijk gemoed. Hij heeft nu ook succes in Duitsland en Japan. Je ziet, de hele wereld geniet ervan. Improviseren kan hij wel. Zijn vingers zijn razendsnel. De klanken vliegen in het rond. Hij maakt het soms heel bont. We hopen dat het je nooit gaat vervelen. En dat je nog heel lang voor ons zult spelen. Maar natuurlijk. Oh, zeg, is dit een liefdesgedicht? Hey Jan, je hebt inderdaad overal succes, hè? Kijk eens voor de voordat kunstige. Het loopt als een terrein met jou. Word je daar nu een beetje bang van? Dat stopt. Dat stopt? Dat stopt. Nee, daar denk ik eigenlijk nog eens over na. Nee. Ik ben ook nog eens op zoek geweest van dat het allemaal moet gebeuren. Het komt op je af gewoon. Ja, het is heel, ik ben er heel blij mee en ik hoop me dat het zo blijft. En zoals dat met die nieuwe inauguratie van president Clinton. Toen ik dat las, dacht ik, nou, dan heb je dat wel gemaakt. En daar heb ik niks voor gedaan. Nee. Ja, dus als mensen ook vragen, hoe was dat dan? Ja, prachtig, maar ik ga het nog niet helemaal overdrijven en zo. Maar dat is natuurlijk te gek. Nee, maar het is wel een pion op het schaakveld van je carrière. Dat is ook een soort bevestiging. Nou, misschien wel een koning in plaats van een loper. Oh, ja. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Heb je al een zoen gehad van Jan? Dat gaan we nou doen. Gaan we nu doen. Dat wordt nu maar dan ook niet. Gezoend. Oh, nou, jouw dag kan niet meer stuk, hè? Ben jij nou zo'n meisje die artiest achterna lijst? Nou, nee, dat niet echt eigenlijk. Maar ik zou wel graag heel veel concerten van Jan willen meemaken. Met altijd op de eerste rij? Ja. Nou ja, ik heb wel een keer gehad dat ik op de eerste rij of zo bij het concerten zat. Mm. En dan heb je natuurlijk wel heel goed zicht op hem. Ja. Nou, je hoeft je er niet voor te schamen. Geneer je er niet voor. Je hebt een uitstekende smaak. Dankjewel. Ja. Dat lieve. Zo. Bedankt voor jullie komst. Als u nou iemand kent voor wie u een gedicht zou willen voordragen, of wilt u gewoon een keer gezellig bij ons zijn, want we hebben het hier knots en knolletjes in de studio, neemt u dan contact met ons op, met de redactie natuurlijk. Het nummer is 035-671-9407. Nou, dit was het voor deze week. We hebben er weer 5 op staan. En de volgende week ben ik er weer, de hele week, 5 keer achter elkaar. En aanstaande maanden begin ik dan om 4:50. En dan zijn onder andere de beroemde schrijfster Lady Sarus mijn gast en mijn collega Peter Tuinman. Enig dus. Ik hoop dat u een heel fijn en een heel rustig en heel plezierig en een heel liefdevol weekend hebt. Heb het goed en hou het goed. Tot maandag. Bedankt voor het kijken.